Mijn Rijstad krijgt de komende jaren 5 mannelijke wethouders. Dat is woensdagmiddag duidelijk geworden bij de presentatie van het nieuwe coalitieprogramma dat als motto thuis in Mijn Rijstad heeft meegekregen. Het CDA, hier de VVD en PvdA GroenLinks vormen ook de komende 4 jaar dat nieuwe college van BMW. En hoewel er flink wat ambities zijn, is wethouder Jan Goyaerts voorlopig niet van plan om de belastingen te gaan verhogen. We hebben gelukkig een gezonde uitgangspositie als gemeente Mijen Rijstad. Maar de lange termijn is er nog veel onzekerheid, zeker vanuit Den Haag richting gemeente. Nu wordt alles duurder en willen mensen natuurlijk ook weten wat betekent dat voor de gemeentelijke belastingen. Gaan die ook omhoog de komende jaren? Vooralsnog niet. We nemen de trendmatige verhoging van OZB nemen we mee in de meerjarenbegroting. Maar daarnaast hebben we opgeschreven dat wij in ieder geval de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk zullen houden. Dus geen extra lastenverhogingen? Die zijn er op dit moment nog niet opgenomen, nee. En niet Koby van der Pas, die wel graag door had willen gaan als wethouder voor het CDA, wordt de tweede wethouder. Maar Johan van Gerwen gaat aan de slag met sport, onderwijs en recreatietoerisme. Ik denk aan een paar voorbeelden is eentje de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven daar heel veel op in te gaan zetten. Het andere is recreatietoerisme. We liggen voor een hele grote uitdaging bij de Vlagheidenberg om daar een mooi recreatief gebied van te maken. Daarnaast denk ik dat daar ook nog heel veel aandacht aan besteed kan worden. En sport denk ik met name ook investeren in de verenigingen die er zijn. Zorgen dat de accommodaties goed omhoog op orde zijn. En ik denk ja, uiteraard Omnipark kan ik niet ongenoemd laten hier in deze. Daar is een hele hoop geld voor nodig, hè? 20 miljoen geloof ik. Ja, iets minder geloof ik, 18 miljoen. Maar het is nog steeds een heleboel geld. Ik heb ze niet dagelijks op mijn bankrekening staan. Jaarlijks ook niet. Een ander nieuw gezicht in het college is Jan van Burgstede, die voor de VVD de met pensioen gegaane Hardy van Rooyen opvolgt en ruimtelijke ordening en infrastructuur gaat doen. Als het gaat naar infrastructuur, dan is natuurlijk de N279 is een hele belangrijke in combinatie met de Rembrandt Boulevard. Dat zijn dossiers die toch al heel lang liggen, met name de Rembrandt Boulevard. En daar willen we echt gas op gaan geven. Maar het is wel voorwaardelijk dat de N279, dat er ook gas op gegeven gaat worden, want die twee zijn aan elkaar gekoppeld. En wat is daarbij belangrijker? Snelheid of toch zorgvuldigheid en mogelijk alles onderzoeken? Zorgvuldigheid is natuurlijk altijd belangrijk, maar ook snelheid. En die combinatie, dat zal de balans zijn om die balans te kunnen gaan vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid. Ja. En hoe snel kan dat, denkt u? Ja, we zijn wat dat betreft afhankelijk van de provincie. Het is een provinciaal inpassingsplan, dus de provincie heeft daarin de lead. Maar we zullen in ieder geval proberen om de provincie aan te duwen. Zodat het binnen deze 4 jaar in ieder geval, wat mij betreft, de schop de grond in gaat. Rick Compagne blijft ook de komende jaren zorg, volksgezondheid en wonen behartigen. En een van die prioriteiten is natuurlijk de versnelling op de woningbouw. En wonen valt dan binnen mijn portefeuille. Hoe kun je dat nog meer versnellen dan al was gepland? Ja, we hebben natuurlijk, en dat is ook het mooie, de huidige coalitie voort kunnen zetten. Dus heel veel plannen en ideeën die we bijvoorbeeld vanuit het actieplan wonen al in hebben gezet, kunnen we daarin continueren. Ja, het liefst natuurlijk nog wat extra. Dat wou ik net vragen, continueren of komt er een extra slag bovenop? Ja, wat ik al aangaf, we hebben al veel gedaan en we blijven daarop voortbouwen. We hebben wel aangegeven bijvoorbeeld ook aandacht te willen hebben voor de kleine kernen. Want daar is natuurlijk ook een roep, ook de roep rondom leefbaarheid. Daar mag het accent op liggen. Dat hebben we ook genoemd in het coalitieakkoord. Menno Rozendaal tenslotte is de wethouder die te maken krijgt met een van de meest omstreden dossiers, de zonneparken en windturbines. En juist daarover is het coalitieakkoord heel vaag. Nou, er wordt niks uitgesloten in dit akkoord. Hè. Dus dat is ook bewuste keuze om dat open te laten. Er is heel veel draagvlak wel voor zon op dak. Dus dat heeft ook echt prioriteit. Vermindering van energieverbruik, dat is eigenlijk het laaghangend fruit. Maar we moeten ook serieus nadenken over zon op land en met wind duurzame energie opwekken. Wat wordt in uw ogen het moeilijkste dossier waar u mee te maken krijgt de komende 4 jaar? Nou, we zien natuurlijk nu met de inflatie en de stijging onder andere van de energieprijzen en de rentes dat veel mensen het financieel moeilijk hebben. Dus binnen mijn portefeuille werk en inkomen, denk ik met name de inkomenskant, het bestrijden van de armoede en schulden, een hoofdonderwerp wordt. Veel meer dan werk, want bij werk is niet het probleem dat mensen geen baan kunnen vinden op dit moment, maar hebben we wel genoeg mensen om al die vacatures in te vullen. Dus dat is ook een aandachtspunt. Volgende week moet de nieuwe gemeenteraad natuurlijk nog wel instemmen met het coalitieakkoord en met de benoeming van de wethouders. Maar dan kunnen de oude
en de nieuwe wethouders aan de slag.